Opvallend, Zeeuwse jongeren willen helemaal de provincie niet uit. Het is dinsdag 30 maart, dit is Zeeland Nu. Jongeren willen in hun eigen dorp blijven. In Zeeuwse kerken wordt toch gezongen. En afrijden mag weer, maar de zorgen blijven. Goedenavond. Eigenlijk willen Zeeuwse jongeren het liefst gewoon gaan wonen en werken in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de TU Delft. En dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn voor Zeeland. Alleen lopen al deze jonge Zeeuwen tegen allerlei obstakels aan. De 25-jarige Jeroen Hoep woont al zijn hele leven op Bruinisse. En daar wil hij ook blijven. Ik zoek zelf persoonlijk wel een huis in Bruinisse in verband met mijn werk. Jeroen woont nu nog bij zijn ouders. Op zich best handig, want zijn restaurant is er letterlijk om de hoek. Toch zoekt Jeroen een koophuis voor zichzelf. Maar dat valt niet mee. Wat heb je tot nu toe ervaren bij het zoeken van een koophuis? Dat de bedragen heel hoog zijn voor een jong iemand die nog niet heel lang werkt. En de huurwoningen, de huur ook veel te hoog is, waardoor het heel moeilijk is. Jeroen is zeker niet de enige jongere in Zeeland met dit probleem. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft onder 160 Zeeuwse jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Aan hen werd gevraagd hoe zij in 2035 willen wonen, werken en leven. Er zijn heel veel jongeren die willen eigenlijk in hun eigen omgeving blijven. Dus dezelfde woonplaats wordt eigenlijk heel veel genoemd. Ze willen over het algemeen kopen. Ze willen graag over het algemeen ook wat ruimer wonen. En je ziet dus ook dat de buitengebieden van zowel dorpen als van steden eigenlijk hele populaire woonlocaties zijn. Maar er zijn wel obstakels die deze woonwensen van jongeren in de weg staan. Dat merken Ralf van den Bergen en Liedewijn Jonker. Zij willen trouwen en zoeken ook een huis in Bruinisse. Buiten schuilen liever niet, want we zijn hier allebei geboren en getogen. En ik doe graag kitesurfen. En het is vandaag waait het. En dan wil ik graag even naar het water toe. En dat is vlakbij natuurlijk. Dat is mooi. En buiten Zeeland is er helemaal geen optie? Nee, dat, daar willen we niet van weg. Maar voorlopig woont het stel nog bij hun ouders, want ze kunnen geen huis vinden op Schouwen-Duiveland. De situatie is in Schouwen-Duiveland qua woningmarkt problematisch. Er is gewoon niks beschikbaar op dit moment. Volgens het onderzoek zijn er te weinig huizen beschikbaar op de dorpen. En de huizen die er zijn, zijn te duur voor jongeren. Maar in Zeeland speelt ook de werkgelegenheid een rol. Als je bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid zou willen werken, is er nauwelijks werkgelegenheid, of eigenlijk geen werkgelegenheid in Zeeland. En dat maakt dat die jongeren dan moeten kiezen tussen hun woondroom en hun werkdroom. En veel zeggen dan kies ik voor mijn werkdroom. En dan verlaat ze dus eigenlijk met tegenzin de provincie Zeeland. Bij mij in de studio, collega Marcel de Kranen. Marcel, ik moet zeggen, ik was wel een beetje verrast eigenlijk door de uitkomsten van dit onderzoek. Je hoort toch vaak, jongeren vertrekken liever vandaag dan morgen. Ja, maar ze vertrekken dus vooral vanwege dat werk, hè. Ze willen ergens anders goed werk vinden. Als je ze diep in het hart kijkt, dat blijkt dan uit dit onderzoek, willen ze in Zeeland blijven. En dan ook nog het liefst in de plaats waar ze zijn opgegroeid. Ja, alleen dat kan op dit moment dus niet. Daar zijn obstakels. Ja, die liggen op het gebied van wonen en werken. En dan zou je zeggen, ja, bouw dan voor jongeren betaalbare woningen. Want dan kunnen ze wel blijven wonen. Ook in die kernen. Doe dat gewoon. En aan de andere kant, zorg voor een gevarieerd werkaanbod. Zodat er passende banen zijn en ze niet weg hoeven. Maar goed, deze tips, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Marcel, dank je wel. In een groot deel van de Zeeuwse kerken wordt tijdens de diensten gewoon gezongen. Ondanks het dringende advies om dat juist niet te doen. Dat blijkt uit een inventarisatie die we gemaakt hebben. De voorzitter van de veiligheidsregio, Jan Loning, is daar absoluut niet blij mee. Zeker nu het aantal coronabesmettingen flink oploopt. We stoppen ermee. Dat is een duidelijk advies. Ik weet zelf hoe moeilijk dat is. Mensen zitten met hun geweten, zitten met hun verantwoording. Maar deze verantwoording gaat verder dan hun eigen geweten. Ze moeten ook de verantwoordelijkheid voor anderen nemen. In een aantal Zeeuwse kerken zingt de hele kerk mee, ondanks het gevaar op besmettingen dat er is volgens de GGD. In de Rooms-Katholieke Kerk in Sierenhoek wordt er ook gezongen. Dat koor bestaat uit maximaal 5 mensen en kerkgangers mogen niet meezingen. Een bandje opzetten is geen optie. Ik denk dat zang een wezenlijk onderdeel is van de dienst. Het is ook een viering. En het is niet alleen een viering in woord, maar ook in gezang en in gebed. Ik denk dat die drie onderdelen heel wezenlijk bij een viering horen. Toch is het volgens Loning gewoon een heel slecht idee. Wetenschappelijke rapporten wijzen uit, als er gezongen wordt in een kerk,
dan geeft dat aerosolen. En dat betekent een gevaar van besmetting. Inwoners van de gemeente Hulst hoeven niet naar Goes voor hun vaccinatie tegen corona. Volgens burgemeester Jan-Frans Mulder hoeven mensen een prikafspraak aan de overkant niet te accepteren. Het landelijk belcentrum van de GGD is volgens Mulder niet bekend met hoe Zeeland eruit ziet en weet dus ook niet precies hoe ver Goes van Hulst ligt. Mensen kunnen volgens hem gewoon zeggen, dit is te ver, daar ga ik niet naartoe. Een deel van de mountainbike-route in de gemeente Veren wordt binnenkort gesloten. Het gaat om het gedeelte tussen Valkenisse en Zouterlanden. Omwonenden hebben de afgelopen tijd veel geklaagd over gevaarlijke situaties en daarom gaat het waterschap Schelderstromen nu over tot sluiting. De route werd afgelopen weekend vernield. De koeien van deze boer uit Nieuwvliet mogen na 20 jaar naar buiten. De weg naar de wei was nog niet meteen gevonden. De koeien braken door het schrikdraad om daarna gezellig op een grote berg bij elkaar te gaan staan. Maar met wat hulp vonden ze de wei. Ten eerste is het een stukje maatschappelijke acceptatie. We staan als boeren natuurlijk steeds meer in de schijnwerpers, zowel van de maatschappij als van de politiek. We proberen ook met die weidegang nog een stukje kostprijs te drukken. Doordat we het gras wat de koeien buiten opvreten, dat we dat niet meer hoeven te maaien. Ze gaan toch weer een beetje hutje met je op elkaar staan. Nou, dat is toch ook wel een beetje het kuddegedrag, ja. John Steele uit Axel is een specialist in Krav Maga. Een zelfverdedigingssysteem oorspronkelijk ontwikkeld voor het Israëlische leger en de politie. John zet die kennis in om winkeliers te trainen in wat ze moeten doen als een winkel wordt overvallen. Maar hij legt het ze niet alleen uit, hij laat het ze ook zelf ervaren. Ja, ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Ik kon geld uit de kassa meegeven en dat was het eigenlijk. Voor de rest is het, ja, je probeert rustig te blijven, maar toch is er wel lichte paniek in je hoofd. De winkeliers zijn heel, ja, ze staan gewoon machteloos. Je hebt gezien hoe snel het gebeurt. Tussen de 20 en 30 seconden is gewoon complete overval gebeurd. Nee. We hebben het gelukkig hier nooit meegemaakt. Dat zal denk ik ook een reden zijn dat we altijd bij meerdere personeelsleden staan. Dus er staat eigenlijk bij ons nooit iemand alleen. Maar dit hoop je nooit mee te maken. Dat gun je niemand. Nee, absoluut. Ik doe mijn hand omhoog. Ik sla je eroverheen. Trek je hand. En ik kan zo het mes uit je hand. Zit er geen risico aan? Want als iemand zich na zo'n training sterk voelt en denkt van nou dat mes dat weer ik wel even af. Maar ja. Nee. Het is helemaal niet de bedoeling om een mes af te pakken. Het is gewoon de bedoeling om mee te werken. Maar kan het niet anders? Is het of vandaag dood of vandaag leven? Weet je, dat zeg ik ook altijd aan iedereen. Ik bedoel, geef gewoon de centen mee. Feitelijk is dat het minst belangrijke in dit soort situaties. Hé, hey, dit is een overval. Loop in die kant. Chill, help, nu. Opschieten. Nou, ben je hierop gekomen tijdens de coronatijd? Op het moment dat je op dat idee kwam, stond er een meisje achter de kassa en zag je van ja, als dit is hier een overval gebeurd? Ja. Ik zag zo'n meisje van jaren 16, 17, hoe oud zijn ze tegenwoordig? En ik dacht van goh. Hey, stel je voor dat je dochter is en ze zou overvallen worden. Dan heeft er wel een plastic scherm voor. Maar ja, het is niet moeilijk om er langs achter te gaan, geld te pakken, het meisje en nog een steek geven, dat ze zeker het geld geeft. Dus dat zou niet moeilijk geweest zijn. Wat is nou je missie? Wat wil je bereiken? Dat moet de winkelier goed beschermd zijn. Dat is heel belangrijk. Weet je, je ziet gewoon, ze verdienen al weinig. En je ziet zelfs met de corona. Over het geld, het is bijna al een jaar. Je gaat steeds meer mensen krijgen die geld nodig hebben, dus je gaat ook meer overval krijgen. Het is gewoon zuiver te doen, mocht het misgaan, dat je dan weet, oké, ik ken dit. Ik kan dat op verder borduren. Je traint af en toe eens met personeel of met je collega's, van oh, dit is een overval. En je weet gewoon, dat kun je op trainen. Dus zo heb ik het ook allemaal geleerd. Er is veel frustratie bij rijschoolhouders en mensen die hun rijbewijs proberen te halen in deze coronaperiode. Rijles, dat mag sinds een paar weken weer, maar als particulier theorie-examen doen, dat kan nog niet. En de wachttijden voor een praktijkexamen lopen ook maar op. Dat legt veel druk bij de rijscholen, maar ook bij de leerlingen zelf. Ik ben vorig jaar januari, begin februari begonnen met het behalen van mijn rijbewijs.
Maar door inmiddels 2 lockdowns heb ik die nog steeds niet kunnen halen. In het begin een pakket aangeschaft met tussentijdse toets en afrijden. En inmiddels door alle omstandigheden toch al bijna 4000 euro kwijt. Als ik het in één keer had gehaald, dan was het geen 4000 geweest, maar 1650 euro. Isabel ervaart door de coronasituatie een enorme druk. Ze moet en zal dat rijbewijs nu snel halen. Gebeurt dat niet, dan is ze nog meer geld kwijt aan rijlessen. En staat ze andere leerlingen, die nu ook examen willen doen, misschien wel in de weg. Ik kan er zelf ook niks aan de situatie doen. En er wordt wel min of meer verwacht dat ik het nu wel een keer ga halen. En als dat niet zo is, dat ik weer achteraan in de rij moet sluiten. Dus dat zou betekenen dat ik misschien wel weer 4 maanden moet wachten tot ik weer kan afrijden. Niet alleen leerlingen, maar ook rijschoolhouders voelen druk van de coronamaatregelen. Dat theorie-examens voor particulieren nog niet door mogen gaan, is volgens rijschoolhouder Martijn Dobbelaar uit Terneuzen het grootste probleem. Hij vindt dat er versoepeld moet worden. Ja, je moet theorie-examen hebben gehaald voordat je praktijkexamen mag doen. Dus zonder theorie-examen geen praktijkexamen. Ik snap de regels niet. Waarom praktijk wel, theorie niet? Je kan de praktijk niet wegwerken als de theorie er niet is. We mogen wel met z'n 2 of met z'n 3 in een auto zitten, voor onder bepaalde omstandigheden 3. Of in ieder geval met z'n 2. Maar theorie-examen doen in een klaslokaal mag niet, terwijl de scholieren gaan wel weer gewoon naar school. En theorie-examen doen, dat mag niet, terwijl dat is gewoon op de computer. Pakken dan 8 in plaats van 24 met schermen ertussen. Ik snap niet wat daar het probleem aan is. Volgens de rijinstructeur en de leerling is hier maar 1 schuldige. De leerlingen zien ons als rijschool sowieso inderdaad als aanspreekpunt. Terwijl daar eigenlijk het CBR achter zit, waarbij we bepaalde dingen gewoon niet kunnen. Ik neem eigenlijk het CBR het vooral kwalijk. Nu denk ik dat ze zeker hun werk kunnen opschalen als in meer mensen aannemen of ook in het weekend mensen laten afrijden. Het CBR is er verantwoordelijk voor. En die hebben nou gewoon eenmaal ervoor gezorgd dat er zulke enorm lange wachttijden zijn. Hoog tijd voor een reactie van het CBR. Ik heb contact met Irene Heldens. Mevrouw Heldens, u wilt natuurlijk ook graag tempo maken om de schade in te lopen. Zo wil u de tussentijdse toetsen schrappen, faalangsttrainingen schrappen. En ook de leeftijd verhogen naar 18 jaar tijdelijk, waarop mensen examen moeten doen. Maar daarmee benadeelt u natuurlijk ook weer mensen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat u dat zegt. Wij hebben inderdaad een ongelofelijke hoeveelheid examens niet kunnen afnemen door corona. En daarvoor hebben wij een plan gemaakt. En de onderdelen die u nu noemt, die staan achteraan in ons plan. Maar dus laat ik eens aan de voorkant beginnen. Want natuurlijk gaan wij om die 600.000 examens extra in te halen, gaan wij extra werken met meer mensen. Dat is stap 1. Tegelijkertijd zien wij ook dat heel veel kandidaten zakken voor hun examen. Ze moeten minimaal 2 keer examen doen. Er zijn zelfs rijscholen, 1500 in Nederland, waarbij kandidaten maar 1/3 van de kandidaten slaagt. Als Isabel in 1 keer was geslaagd, dan had ze geen problemen gehad. Maar het kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar wat hebben wij nou gedaan? We hebben de rijscholen opgeroepen. Stuur die kandidaat nou pas op examen als hij er echt klaar voor is. Dat scheelt duizenden herexamens. Nou, die oproep hebben we gedaan. Als dat niet werkt, dan schakelen we over naar de maatregelen die u noemt. Die willen wij niet, die wil niemand niet. Maar we kunnen ook geen wachttijden van 20 weken of meer hebben. Dan hoor ik net in onze reportage wel allerlei op zich goede suggesties. Mensen laten afrijden in het weekend bijvoorbeeld en op beperkte schaal toch weer theorie-examens afnemen. Waarom doet u dat dan niet? Nou, we gaan zeker overwerken, maar op dit moment in Zeeland nog niet. Ik heb vanochtend nog even gecheckt. Er zijn nog plaatsen gewoon te krijgen. Zodra het nodig is, schalen we op en gaan we ook in het weekend werken op zaterdag. En tegelijkertijd het theorie-examen, net als heel veel andere bedrijven door corona. We hebben nog geen toestemming van het kabinet. We nemen wel wat beroepsexamens theorie af, maar we mogen nog niet met de rest starten van het kabinet. Het is een groot probleem. Corona is een enorm probleem voor heel Nederland. Irene Heldens van het CBR, hartelijk dank voor de toelichting. Door mens en insect werd er genoten van het heerlijke weer vandaag. Dat vermoed ik dan toch althans. Het werd vrijwel overal 22 à 23 graden. Nooit eerder was het zo warm in maart. Morgen meer van hetzelfde, maar dan kan het wel een beetje heijig zijn. Aan de kust komt er 's middags een zeewindje te staan en die brengt ook later in het binnenland wat verkoeling.
Dat was het weer voor nu. Graag wijs ik u wel nog even op de uitzending van de For Freedoms Awards morgen. Om 1 uur en om 4 uur 's middags kunt u kijken naar een speciale uitzending met portretten van de bijzondere winnaars van de vier vrijheden. Dat is morgen. Voor nu nog een fijne avond.